De groepsfase van Jong Oranje op het EK onder 21 is voorbij. En dus is er alle tijd om te gaan speculeren over welke spelers mee zouden kunnen met het eerste elftal van Oranje. Dat doen we lekker buiten samen met analist voetbalpremier Evert van Zoelen. Ja, het is lekker weer, lekker op zijn Nederlands. We gaan gelijk naar buiten. Als er nou één speler is van Nederland onder 21 waarvan je denkt, die kan mee met het eerste elftal. Wie is dat dan? Noah Lang. Noah Lang. Twee, drie dingen waar je op moet letten. Natuurlijk, vroeger is nu bij Jong Oranje gespeeld. We spelen dus bij een eigen team. En wie staat natuurlijk op de plek in het Nederlands elftal zelf? Dat is natuurlijk Noah Lang. Kijk, die was, heeft natuurlijk één wedstrijd gespeeld. Eerst was tegen Roemenië. Zoals dus toen de UEFA van mij de match uitgeroepen, vond ik hem wel. Nou ja, natuurlijk, Jong Oranje was natuurlijk gewoon totaal niet lekker bezig. Dat was natuurlijk, niemand zat echt lekker in de wedstrijd. Ik vond hem toen op technisch niveau wel eens boven uitsteken. Dus ik vond hem wel beter dan de rest, zeg maar. Daarnaast, als je nu naar de eerste elftal kijkt, denk ik een beetje die linksbuitenpositie, zeg maar, wat een beetje aan de binnenkant komt te spelen met die back die er overheen gaat. We doen die vooral Malen voor. Ja, als reserves hebben we dan nog Babel en wellicht nog Bergwijn, maar het is natuurlijk ook niet echt iemand die veel speelt en die echt indruk maakt. Want Malen was natuurlijk die eerste wedstrijd tegen Turkije niet heel lekker. En Noah Lang heeft natuurlijk volgens mij 12 doelpunten, 6, 7 assists uit mijn hoofd bij Club Brugge. Dus dat doet hij gewoon goed. Ja, hij speelt een wereldseizoen natuurlijk in België. Klopt, dus ik even de vraag waar ergste blessure is die dan nu heeft opgelopen in die tweede wedstrijd. Maar als je zegt van joh, noem één iemand die waarvan ik zeg die kan echt mee of die kan je een keer proberen, zou dat denk ik wel Noah Lang zijn. Denk je dat Frank de Boer daar zelf ook voor openstaat? Weet ik niet. Ze had natuurlijk nu die selecties gemaakt. Het Jong Oranje speelt tegelijkertijd die groepsfase al, terwijl Oranje nog die kwalificatiefase moet spelen. Ze zeggen, we hebben er rekening mee gehouden dat Jong Oranje ook speelt. Dus we hebben niet iedereen opgeroepen. Dus ik heb even de vraag wie die dan normaal gesproken wel opgeroepen zou hebben. Ik kan natuurlijk over speculeren, maar je weet het nooit zeker. Eén iemand was daar in ieder geval helemaal niet blij mee dat ze tegelijk speelden. De aanvoerder van AZ, Teun Koopmeiners. Klopt. Die had er graag bij willen zitten. Die zat van de vorige keer natuurlijk wel bij, heeft gespeeld ook. Dat was natuurlijk dit keer... Ja, ik denk dat hij een beetje met Graafberg moet concurreren voor die plek achter Frenkie de Jong. Ja. Dus alleen, je had natuurlijk wel gehoopt of gedacht dat Koopmeiners bij AZ doet hij het gewoon goed. Als ook aanvoerder bij Jong Oranje, is een beetje daar de spelmaker. Dat hij er daar wel echt bovenuit zou stijgen. Dat hij echt laat zien van, goh, ik ben dit niveau eigenlijk ontgroeid. Ik moet bij Oranje erbij, ook voor zijn eigen plek op het EK. Ja. Dus je toch ziet, ja, het viel toch tegen Roemenië heel slordig. Tenminste, tegen Duitsland, dan maakt hij ook geen, vond ik hem wel beter dan tegen Roemenië, maakt hij ook geen daverende indruk. Dus het was niet dat je naar keek en dacht van, goh, Koopmeiners steekt er echt bovenuit. Wat zijn verder nog spelers die opvallen in positieve zin? Ik vond Cody Gakpo, die speelde de tweede, dat komt terug van een blessure. Eerste wedstrijd voor 30 minuten meegedaan. Tweede wedstrijd begon niet vanaf de aftrap tegen Duitsland. Vond ik hem wel echt de beste speler aan de Nederlandse zijde. Wat bij hem ook scheelt is dat hij soort nog wel diepte zonder bal heeft. Tenminste, natuurlijk bij bijna alle Nederlandse spelers willen elke bal in hun voet hebben. Eigenlijk wel bepaalde diepte in zijn spel. En eigenlijk ook gewoon goede individuele actie, nog wel scorend vermogen. Uh-huh. Dus ik vond hem tegen Duitsland ook wel de beste. Dus ik denk dat hij ook nog wel, als hij op PSV gaat spelen en hij laat het daar elke week zien, ja, wie weet. Je noemde net al even Ryan Gravenberch. Is dat ook niet iemand die we 10 jaar lang in het Nederlands elftal gaan zien straks? Gewoon met een vaste basisplek. Ik ben toch een beetje voorzichtig altijd met de jonge spelers meteen roepen van, oh, dat die gaat 10 jaar lang in het elftal spelen. Maar als je kijkt die bij Ajax speelt, van, hij is 19, 20. Ja. Dat is natuurlijk nu al gewoon... Er zijn heel veel mensen die het daar inderdaad mee eens zijn, want vaak worden jonge spelers heel snel opgehemeld. En eigenlijk zegt iedereen altijd, joh, doe hem even rustig, kijk het even aan. Dus daar heb je inderdaad wel echt gelijk in, maar... Als je nu bij Ajax kijkt op Champions League, Europa League niveau, doet hij niet onder voor de rest. Je hebt niet zoiets van, god, dit is een jongen die nog fouten maakt. Het is gewoon, er staat gewoon echt een gelouterde speler. Het enige wat je natuurlijk wel, hij staat natuurlijk bij Ajax, staat hij zeg maar links controlerend middenveld. Uh-huh. Met dan weet je wel Klaas of Alvarez naast hem. En natuurlijk bij Nederlands Elftal zat ook Frenkie de Jong op die positie. Ja, dus natuurlijk nog wel. Dat, niet nee, uit. Dus hij zal misschien nog wel die concurrentie aan moeten gaan. Zeker als je daar nog een defensieve middenvelder in, waar dan of de Ron naast wil hebben. Ja. Dus hij zal misschien daar problemen mee krijgen. Maar dan zal hij wel een fikse concurrentiestrijd moeten aangaan. Ja. Maar het is denk ik zeker een speler voor een grote toekomst. Wat zijn nou spelers die vallen echt tegen? Bij Jong Oranje echt tegen? Ja, ik had meer van Sven Botman verwacht. Ja. Speelt natuurlijk bij Lille heel goed. Wordt ook wel eens genoemd als de mogelijke vervanger van Dijk meteen op het EK. Weet je, in plaats van de Vrijhoven van AK. Maar ja, die speelde het eerste wedstrijd geblesseerd, deed hij niet, maar tegen Duitsland deed hij wel. Maar ja, het was natuurlijk die doelpunt van Duitsland wordt hij eigenlijk gewoon zo voorbij gelopen. Mm-hmm. En ik vond hem ook opbouwend. Het was natuurlijk, ja, dat hele elftal stond vast en had ook geen aanspraak. Hij werd ook niet geholpen, maar ik had toch ook opbouwend meer van hem verwacht. Als ik zeg maar de verhalen over hem hoor. Botman dus, daar had je dan meer van verwacht en verder? Ja, Boadu denk ik nog. Dat is natuurlijk, doet bij AZ wel weer goed tegenwoordig. Tikt wat goaltjes, maar toen bij Jong Oranje vraagt ook dat hij er bovenuit stikt. Voor mij was met echte Oranje mee geweest. Ja. Nou ja, ze hadden dus met Luc de Jong en bij Lichtwoud weg moeten concurreren om een beetje die tweede spitspositie. Ja.
Maar dan verwacht je toch dat hij er ook zeg maar, bovenuit steekt, net zoals je met Koopmeiners had. Maar ja, eerste wedstrijd eigenlijk niet zo nauwelijks gezien. Tweede wedstrijd is hij op de bank gehaald, mocht hij eens invallen. Dan als jij één speler mag aannoemen die wellicht meegaat naar het EK, maar in ieder geval waarvan we veel mogen verwachten in de toekomst van Oranje. Als je nu kijkt naar Jong Oranje, van wie stak er echt bovenuit en wie speelde ik bij zijn eigen club op dit moment goed, dan zou ik nog wel lang zeggen.